Dit is vertrouwd, zeg. Een vliegveld en inchecken en dan denk ik, ja. Dat is alsof het wekelijks is. Natuurlijk had ik anders willen reizen, maar dat maakt ook qua tijd en ja, plus het zat vol. Maar over een uurtje vliegen, het is anderhalf uur vliegen. En dan eens kijken of kan de Nederlanders, er zijn heel veel Nederlanders daar, dus even kijken of we iets kunnen afspreken of zo. En ook een groepsapp daarin gemaakt. Twee Belgen zitten trouwens in, dus Nederlanders niet waar. Maar nou. We zullen wel zien wat de dag brengt. Als ik nergens zin heb, ga ik niks doen. Maar ik denk dat het Chiang Mai een beetje verkennen wordt. Moet leuk zijn daar. Zo, aangekomen in Chiang Mai. Omdat er op zich vandaag, ik weet niet of ik heel om ergens naartoe te gaan en zo, is het toch wat laat. Ik ga nu eerst even eten. Maar ik heb een, ik heb een cursus geboekt, het is een paar uur, voor een Thaise cooking class. Kan ik mijn eigen pad thai en zo thuis gaan maken, dat is goed. Ik ga nu op zoek naar wat eten. Die man die heeft me een kaartje gegeven. Dus ik ga nu even aan de wandel kijken of we iets kunnen vinden. Hij zei blijkbaar moet je weer voor een euro kunnen eten, gewoon een goede maaltijd. Of misschien twee. Dus, morgen. Hij was wel meteen een beetje van ja, wat doe je morgen dan? Ik zei ja, ik heb een tour geboekt met Mr. Song. Nou, die is helemaal populair op Facebook. Alleen, die kraakt er niet wel af. Ja, nee, je heeft geen insurance en je moet deze. Maar ja, met die Thaise pannenkoeken, die houden natuurlijk waarschijnlijk zelf ook wat voor over. Als ze iemand weer doorsturen en zo. En dan krijgen ze een of andere, hoe noem je dat, fee. Dus weet je, ik vind het goed. Ik kwam net op het vliegveld, kwam ik ook twee mensen tegen. Een vrouw en een man. En die hebben hem ook, Mr. Song geboekt mogen. Dus die zie ik daar dan wel, weet je. Prima, even genieten. Nu eet ik, heb honger. Voor degene die mij kent, als ik heet eten, dan zweet ik mijn pleuris. Ik eet nu lokaal. En echt joh, ik kan het van dichtbij zien. Ik zweet helemaal. Het is echt niet normaal heet. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Ja, een of ander. Dit is een beetje de straat waar het moet, maar er is natuurlijk niet zoveel te beleven nu. Dus ik ga even een rondje lopen en dan om daarna met een Thai cooking class mee te gaan. So many times I said goodbye, just give in and let it slide. I would hardly put up a fight. Always one eye at the door. Should I run just like before? Feel spicy, this one. We call galangal or Thai ginger. 'Cause it's too good to
halen in de auto nog en we gaan nu gedropt worden. De dag is te einde. En morgen wordt het een dagje toeren. Een hele dag de jungle in ofzo. Dus ik ben benieuwd. Het is een leuke dag, het was lang, middag. Maar hartstikke gezellig.